Wow, yeah. Hallo jongens en meisjes. Ik heb deze 300 EXC gekocht. Een tweetakt. En ik ga even uitleggen waarom. Oké, let's start. Nou, ik had hiervoor dus een 250 EXC viertakt. En ik had de viertakt gekozen omdat ik een beetje een lui rijder ben. Een beetje laag in de toeren vind ik fijn. En voornamelijk het vermogen komt heel geleidelijk op. En dat heeft een tweetakt niet. Dus het is best wel gek eigenlijk dat ik een tweetakt heb gekocht. En het was een hele fijne motor. Ik was toen nog natuurlijk wel een beginnende enduro rijder. Dus sowieso al meer dan genoeg vermogen. Op de crossbaan al helemaal. En hoe is het dan ontstaan dat ik eigenlijk voor een nieuwe wil gaan kijken? Want het was een topmotor. Ik was heel tevreden over, genoeg vermogen, nog steeds eigenlijk wel. En maar toch in de echte dikke vette drek. Dan merk je dat zo'n 250 gewoon minder koppel heeft dan een 450 of een 500. En mijn vader heeft een 525, dat is 510 cc, viertakt. En dat is een supermotor. Dus die heb ik even omgebouwd naar enduro. Gewoon om te ervaren hoe het is om met meer vermogen in een viertakt te rijden. En ik was een beetje huiverig voor dat die onderin te bokkig was. En dat ik eigenlijk de hele tijd mijn gas zit in te houden. Omdat hij gewoon te veel vermogen heeft. Want dat ding heeft gewoon 60 pk op de krukas. Dat is gewoon echt heel veel. Maar het eigenlijk viel het reuze mee. En eigenlijk was het een hele makkelijke te rijden motor. En dat is nog een motor van 2007. Dus toen ben ik stiekem gaan kijken naar een 500. En een vriend van me die doet altijd dat met die enduro's wat. Dus ik vroeg van ja, heb je die een 500 TXC te koop of zo? Nee, maar wel een 300. Ik dacht, ja, nee, ik wil geen tweetakt. Want ik vind juist een viertakt zo fijn. Dat zette me toch wel aan het denken, want ik heb eigenlijk altijd al een 300 tweetakt willen hebben. Gewoon alleen al om de ervaring. Het is gewoon een soort statement. Nou, dan ga je toch stiekem kijken. En toen dacht ik, ja, fuck it ook. Ik ga het ook gewoon doen. En als het me niet bevalt, dan kan ik hem altijd nog verkopen. Dus toen heb ik deze gekocht. Uit 2013. 75 uurtjes. Er zit net een hoge drukkop op en een HGS-uitlaat. Dus er zit alleen nog maar meer vermogen in. Maar dat vermogen heb ik nog steeds niet nodig. Nodig, hè? Nodig. Want zoals ik nu rij, zo rij ik eigenlijk altijd. Maar toen was ik zo verbaasd over de draaieigenschappen in lage toeren, dat ik echt dacht, holy shit, dit is geweldig. Het enige waar ik wel nog heel erg aan moet wennen, is toch wel waar ik dus niet van hou. En dat is dat echt dat vermogen in één keer boom inslaat. En maar dat is eigenlijk bij redelijk hoge toeren. En dit ding heeft eigenlijk een shitload of koppel. Mede dankzij die hoge drukkop. En was de achterrem in de versnelling helaas. Dus hij heeft eigenlijk nog best wel veel koppel. En dat is best wel verbazingwekkend voor een tweetakt, want ja, die staan er toch echt onbekend dat ze niet veel koppel hebben. Maar toch hebben ze het wel. Of tenminste niet onbekend, voor zover ik wist. Dus het is echt een uit de ervaring een keeper. Ik ga zeker nog wel een viertakt weer kopen. De volgende motor wordt wel een 500. Maar het is echt wel een tof ding. Maar wat ik dus heel leuk vind aan rijden, is eigenlijk helemaal niet
zozeer dat echt dat hele snelle stukken. Dat je met 80 over een zandweg knalt. Gewoon met het idee in mijn achterhoofd, ik ben zuinig op mijn armen en mijn benen. Mijn botten. En als je kan eigenlijk best wel makkelijk vallen. En ik ben een keer met zo'n actie ben ik best wel hard gevallen. Toen heb ik echt een maand of vier heb ik echt serieus last van mijn schouder gehad. Dat ik ook absoluut niet kon crossen. En dacht, ja, als ik het risico kan verminderen door niet op die manier te rijden, maar juist iets minder hard, dan doe ik dat liever. En ik rijd nou echt met een sukkelgangetje van 16 km per uur ergens overheen. Maar het is een beetje dat enduro-achtige wat zo leuk is, vind ik. Bijvoorbeeld hier juist met een sukkelgangetje zo omhoog, als een tractor gaat hij maar door, weet je wel. En dan komt die draaieigenschappen bij hele lage toeren zo mooi van. Pas. En ik wist niet dat dat zo fijn was. En dit verklaart compleet, wat mij betreft, waarom alle pro's in de enduro-wereld op een 302-tak rijden. Dat is nou gewoon helemaal zo. En dat zal wel om deze reden zijn. Ja, en als je hem dan opentrekt, dan gaat hij ook echt als de tering. Ik geloof dat ze net zoveel of bijna net zoveel hebben aan vermogen als een 504-takt. Of een 450, weet ik niet. En ook bijvoorbeeld even een boomstammetje pakken. Hier ligt trouwens niet echt iets waar ik even overheen kan gaan. Maar dat is zo leuk. En dat is zoveel fijner met deze motors dan met een 4-takt. Lekker hoor. Die gast hier van de bouwtrein vindt het ook mooi, hè? Maat van me met zijn kwad, die was hier en toen was hij een beetje aan het crossen. En toen zei die gast, oh nee, kom maar. Dan maken we wel even een springschans voor je. Mooi man. Dus het is hier wel gedoogd. Ja, dat zijn de mooie dingen in het leven, toch? Moet kunnen. Oh, volledig achterwiel. Heerlijk dit. Power genoeg. Meer dan genoeg. Dus, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Het is niet echt de meest beginnersvriendelijke motor. Maar ik ben niet meer echt een beginner. Ik rijd nou 2 jaar. 2 jaar enduro of zo. Kan dat? Ja, dat kan wel. Iets meer. 2 en een beetje. En ik rijd echt niet iedereen voorbij hoor. Maar dat hoeft van mij ook niet. Het gaat om de lol die ik heb. En dit soort dingetjes, ja, dat is voor mij genieten. En het gaat eigenlijk verdomd makkelijk op zo'n 300. En ik heb echt nog heel erg zin om bijvoorbeeld naar Tsjechië of Polen te gaan. Waar je nog gewoon in het bos mag rijden. Dan ga ik met zo'n groep mee. Dat lijkt me fantastisch. Maar deze zomer heb ik er helaas geen tijd voor. Maar komen er natuurlijk wel video's aan. Dus, maar dat zal misschien volgend jaar pas worden. Als ik dan nog leef. Zien of ik daar bovenop kan komen. Oh, ingraven. Woe, nice. What a view. Echt jongen, hoe je iemand gelukkig kan maken met een stuk zand. Heerlijk.
gaat wel echt makkelijk op zijn 300. Oh, dat ook. Dus, dit is het einde van mijn video. Tot de volgende video's.